Wintersport is niet zonder risico. Zeker in de Alpen de afgelopen maanden, waar zo weinig sneeuw viel dat de pistes vaak ijzig en dus glad waren. En dat was voornamelijk kunstsneeuw. Naast de pistes lag niets, waardoor vallende wintersporters op dat gedeelte harder terechtkwamen dan anders. Is een skigebied dat aan te rekenen, is de vraag. En wie draait op voor letselschade die in zo'n geval ontstaat? Ook nu is er eindelijk wel sneeuw gevallen, maar zullen botsingen en eenzijdige ongelukken aan de orde van de dag zijn? We vragen ons af, hoe zit dat eigenlijk met wintersport en aansprakelijkheid? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Lex Neumann is bij ons terug. Een tijdje geleden, Lex. Het is een tijdje geleden, ja. Welkom. Je bent letselschadeadvocaat, dus zult hier ongetwijfeld her en der wat kennis en misschien zelfs ervaring mee hebben. Zeker, ja. Even het AD twee weken geleden gaf aan, wat cijfers, hè. 13 skiers toen al, omgekomen zelfs dat seizoen. Dat is fors. Ja, dat is echt fors. Waaronder die vrouw van 28 natuurlijk, die Nederlandse vrouw in Zillertaal. Dan nog, ze noemen nog 5 skiers met een dwarslesie in een zeker ziekenhuis. Het was echt fors. Elke dag gebeurden zware ongelukken. Dat is al nu, terwijl de sneeuw ligt, ook nog zo zijn. Hè? Als je een wintersporter bent, dan weet je dat de helikopters soms af en aan vliegen. Moet je niet door afgeschrikt worden, want het is ook gewoon heel leuk. Maar die helikopters? Wat is leuk. Zelfs daar, als ik zo'n helikopter zie en ik ben op mijn snowboard, dan heeft het wel iets spannends. Ja, minder fijn als jij daarin komt te liggen natuurlijk. Ja. Maar ben jij als letselschadeadvocaat, heb je daar wel eens mee te maken met wintersporters dan? Als Nederlandse letselschadeadvocaat? Ja, het niet veel. Want meestal vinden die ongevallen niet in Nederland plaats. Logisch ook. Ik heb wel eens zaken gehad van Snowworld. Eigenlijk is dat natuurlijk niet anders dan een hal in Nederland. Natuurlijk, maar is ook gewoon skiën. En daar gelden ook verkeersregels, noem ik het maar. En in het buitenland gebeurt het ook wel eens. Mm-hmm. En zeker op het moment, en dat is dan wel, ik ga geen college internationaal Europees recht geven, maar op het moment dat bijvoorbeeld de dader, noem ik het dan maar eventjes, in Nederland woont, dan is in principe, terwijl dat het ongeval misschien in Oostenrijk heeft plaatsgevonden, dan moet het eigenlijk in Nederland voor het gerecht komen. En dan kan het zijn dat zo'n dader, ik noem het dan maar even de dader, dan bij mij aanklopt van, joh, dit is er gebeurd, kan je me daarbij helpen? Ja. Dat zijn de gevallen. Want ik zat ook te denken, letsel op wintersport. Ja, je moet toch altijd zorgen dat je een verzekering afsluit. En dan krijg je daar je schade van vergoed. En wanneer komen ze bij jou terecht, om het zo te zeggen? Op het moment dat je dus zelf wordt aangesproken. Hè, dat is zo'n situatie. Maar goed, het kan dus ook zijn, en dat is een ander verhaal, is stel je voor dat een slachtoffer in Oostenrijk wordt aangeschiet door een Nederlander. Die moet dan in Nederland gaan procederen. En laten we even het ongeval vinden in Oostenrijk plaats. De dader die woont in Nederland, slachtoffer die woont in, mag Engeland zijn, elk land ter wereld. Mm-hmm. Dan moet die procedure in Nederland plaatsvinden. Dan heb je dus een Nederlandse advocaat nodig die hier in Nederland de regels kent. Ja. En zo komen dus ook de slachtoffers bij mij aankloppen. Van de dader woont in Nederland, kan je me helpen? Ja. En dat gaat dan vaak via buitenlandse rechtsbijstandsverzekeringen. Vooral over daders dan, die je bijstaat? Daders, of ook slachtoffers? Slachtoffers kan het goed. Het gaat er eigenlijk alleen om, is dat in ieder geval uiteindelijk de procedure komt in Nederland. Mm-hmm. Op het moment dat de dader in Nederland woont. Dat is even, laat ik het zeggen, even de hoofdregel. Ja. En als we dan kijken naar aansprakelijkheid in zo'n wintersportgebied. Je hebt natuurlijk je kunt allerlei gevallen hebben. Maar misschien te beginnen bij, zit dan geen dader bij, want het is niet die slecht onderhouden pistes waar het eerder dit jaar zo over ging. Dat is een lastig. Kijk, dat is dus voor de casus waar ik zelf eigenlijk niet zoveel mee kan. Omdat je, in Nederland hebben we geen pistes. Dus dat is dan gewoon heel feitelijk. Ongeval vindt plaats in Oostenrijk, in Frankrijk. Nou, daar in Frankrijk en Oostenrijk, daar hebben ze ook wetboeken. Daar staat ook vast en zeker in dat je op het moment dat jij dus een bedrijf voert. Want dat zijn het, hè. Het is skipistes, zijn gewoon eigenlijk gewoon terreinen van bedrijven. Dan moet je dat op een goede manier, moet je daar onderhoud aan plegen. En op het moment dat een skipiste niet voldoende veilig is, dan moet je de tent sluiten. Of in ieder geval waarschuwen dat er bepaalde dingen zijn. Doe je dat niet, dan ben je eigenlijk nalatig. Ja. Dat is dan even naar Nederlands recht vertaald. Ja, en dan kan je zo'n skipiste kan je dan aanspreken. Ja. En op het moment dat het helemaal de klauwen loopt, zoals volgens het, was dat nou Oostenrijk of Frankrijk? Ja, dan gaat dus ook een openbaar ministerie en zegt van, dit is zo kwalijk hier, dit gaan we strafrechtelijk, gaan we dit aanpakken. Ja, in Oostenrijk was dat inderdaad. Dan kun je zelfs die skigebieden liggen nu, vallen onder strafrechtelijk onderzoek om te kijken of
als ze nalatig zijn geweest. Dood door schuld wordt zelfs onderzocht. Nou, dan hebben ze dus, tenminste dat is dan de verdenking, zodanig slecht gewaarschuwd. Of volgens mij was zelfs de vraag, hadden die pistes niet gewoon gesloten moeten worden? Maar ik zit ook te denken, hoe kansrijk is dat? Hè? Want je maakt zelf de keuze om die op die skis te gaan staan. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar dat is altijd een afweging. Ja, dat is een lastige. Ik denk dat is altijd weer, ik noem het dan even de omstandigheden van het geval. Nee. En strafrechtelijk wordt er alweer heel anders naar gekeken dan over het algemeen civiele recht. Ja. En het zal vast, en ik ben er helemaal niet thuis in wat preciezer in Oostenrijk allemaal in een kleine specifieke regeltje staat. Maar het kan best zijn dat ze daar iets heel specifieks voor skibistes hebben geregeld. Want dat is natuurlijk ook iets wat daar veel meer voorkomt dan hier. Ja, precies. Dus dan naar ongevallen waar jij wel mee te maken krijgt. Omdat er bijvoorbeeld een dader bij je komt en soms misschien een slachtoffer. Ja. Dat zijn ongevallen waarbij er op zeker moment twee mensen met iets te maken hebben. Klopt. Verschillen die nog van eenzijdige ongevallen waarbij iemand gewoon... Nou, wat misschien denk ik, en dan pak ik een zijtak en dan hoop ik dat ik daarmee ook je vraag beantwoord. Wat denk ik sowieso altijd belangrijk is, want we kunnen het wel over daders hebben, we kunnen het over slachtoffers hebben. Maar even gewoon vanuit slachtoffers, je hebt schade opgelopen, of dat nou eenzijdig is of tweezijdig. Hmm. Het is altijd belangrijk dat je hoe dan ook ingedekt bent op een bepaalde manier voor je IL is, maar je basale eigen schade. Ja. Dus als jij op vakantie gaat, dan zijn er eigenlijk twee dingen die je moet doen. Je gaat je reisverzekering checken of je voldoende... of je voldoende daarvoor verzekerd bent. En de zogeheten wintersportdekking. Wintersportdekking. Maar je ziet het ook nog eens een keer als je volgens mij is het Zwitserland, maar zeker als je ook naar Amerika gaat. Nou, daar zijn de zorgkosten, de meeste kosten zijn daar zo torenhoog. Dan zeggen ze ook al van ja, goed, dat is in ieder geval niet gedekt vanuit jouw eigen verzekering. Van jouw zorgverzekering. Want je hebt ook natuurlijk je zorgverzekering. Dan moet je daar vaak ook nog eens een keer een aanvullende dekking voor afsluiten. Ja, ja, ja. Dus het is ook belangrijk om te weten naar welk land ga ik toe. Nog even los van of ik een wintersportdekking heb. Ja. En welk land ga ik toe. Maar als je dat dan dus doet, dan ben je in principe gewoon... Voor je zorgkosten in ieder geval wel. Ja, ja, goed. En dat is de eerste nota die je krijgt. Want zo'n ziekenhuis in Frankrijk of Oostenrijk of Zwitserland, die weet je gewoon te vinden. En zeker de helikopter, de piste diensten die je naar beneden brengen, zegt, gaat maar aan het sleetje liggen en trek de creditcard. Zo gaat het ongeveer. Ja. Dus daar begint het al mee. Nou, en dan is het natuurlijk ook nog eens een keer belangrijk dat... Dat stel je nou voor dat je inderdaad ook echt blijvend letsel hebt. Dat daar dus ook iets in zo'n ongeval en verzekering. En dat dat dan ook soms kan dat een onderdeel zijn van je reispakket. Dat daar ook in zit. Ja. Maar goed, je gaat nooit. Tenminste, tenzij je misschien. Nou ja, dan zou je een soort van eenzijdige verzekeringen moeten gaan afsluiten. Maar de basis is: zorg in ieder geval dat de zorg goed geregeld is. En toch komen mensen op een gegeven moment soms bij jou. Ja, want dus dan dat zijn is ze niet genoeg gedekt. Nee, kijk, stel je nou voor: ik roep het maar even een zelfstandig ondernemer. Die krijgt zijn zorgkosten. Die heeft. Nou, oké, prima, dat is allemaal geregeld, maar die kan niet meer werken. Ik roep maar wat, die werkt in de bouw, been is eraf. Ja, dit klinkt even heel cru, maar dat zou kunnen gebeuren. Ja. Nou ja, goed, zorgkosten zijn wel gedekt, maar het inkomen niet. En hij is wel door iemand anders aangeschiet. Ja, dan wil hij zijn schade verhalen. Ja, ja, en dan kom jij in play. En dan kom ik in beeld. Ja, ja, ja. Ja. En wat zijn dan op dat moment de dingen waarmee jij zal proberen om recht te halen? Het lastige is in zo'n geval is vaak dat zo'n ongeval vindt dus plaats dan, daar hadden we het al natuurlijk even over, dan in Oostenrijk. Ja. Het ellendige is dus, dan is Oostenrijks materieel recht van toepassing. Dus materieel recht bedoel ik, dan gaat het over wie handelt onrechtmatig wel of niet. Mm-hmm. Formeel recht is welke rechter is bevoegd. Hè? Dus dat gaat meer over procedures. Dan moeten we dus Oostenrijks materieel recht gaan toepassen in Nederland. Dus dan moet een Nederlandse rechter die heeft daar niet voor gestudeerd. Ik ook niet. Die moet dan dat gaan doen. Dat is altijd wel een groot obstakel. Dus dan moeten we, en dan hoop je, daarom is het ook nog wel eens fijn om goede rechtsbijstand te hebben. Dan moet je dus een Oostenrijkse expert gaan inschakelen, die eigenlijk moet gaan uitleggen hoe het recht daar in elkaar zit. Ja. En een ander dilemma is ook, en dat is misschien nog veel concreter, is als jij een ongeval hebt en er zijn twee partijen bij betrokken en de een zegt A en de ander zegt B, bewijs maar dat het zo is. Dus het is altijd wel heel belangrijk dat op het moment dat jij zo'n ongeval hebt, ja goed, of dat er in ieder geval, je bent met vrienden aan het skiën en die anderen zien dat gebeuren, dat een vriend van jou daar een ongeval heeft. Mm-hmm. Dat je zelf meteen ook kijkt van zijn er nog getuigen, dat je zelf een getuigenverklaring opschrijft, dat alles goed genoteerd wordt, zodat er achteraf weinig over discussie kan zijn. Maar ik neem aan dat je dan die situatie moet afzetten tegen bepaalde regels die er zijn. Klopt. Waar wordt dan naar gekeken? Nou, in Nederland hebben we het Wegen- en Verkeerswet voor hoe het eigenlijk gewoon op de weg werkt.
werkt, hè, met auto's, fietsers, wandelaars. Nou, op de skipistes heb je dat ook eigenlijk internationaal. Dat zijn de visregels. De Fédération Internationale de Ski. Ja, eigenlijk heel chic. En die hebben gewoon met z'n allen bedacht van, nou oké, dit zijn bepaalde verkeersregels zoals wij ze op de piste willen hebben. Je gaat niet op de midden op de piste stilstaan. Op het moment dat jij achter iemand anders skiet, dan moet je op een zodanige manier om iemand heen, hè, dat ervan uitgaande dat iemand ook nog best eens een gekke beweging kan maken. Mm-hmm. Dus heb je allemaal van dat soort regels. Ja, en overtreed je die regels, dan ben je in principe aansprakelijk. Ja. En we hebben ze even. Ik heb ze van skiinformatie.nl even op een rij. Hè. Dan kunnen we ze even gewoon nalezen. Je gaat me niet voor horen, hè? Nou, ik dacht misschien een klein quizje doen. Ja. Ik kende jij, want jij bent ook een wintersporter, toch? Ik kon eerder skiën dan lopen. Ja, dus precies. Nou, je bent natuurlijk ook advocaat, dus misschien ben je iets beter op de hoogte. Julian, even in het gesprek betrekken. Jij bent ook een wintersporter. Ik ben een skier. Ken je zelf niet? Nee, skier of snowboarder? Ik ben een skier. Ik ben wel een man. Ja, die snowboarders levensgevaarlijk. Nee, dat is echt. Ja, maar alle ongelukken worden veroorzaakt door altijd snowboarders. Dat is regel nummer 1. Maar snowboarders wel veel altijd leuker. Ja. om heel eerlijk te zijn, heb ik deze nooit zo geleerd. Ja, ik kwam ermee in aanraking toen ik dus wel eens bijvoorbeeld. Ik ben dus wel een snowboarder. En die willen nog wel eens gaan zitten op een piste. Omdat je niet rechtop kunt blijven staan. Klopt. En je hebt skipistes, ze bestaan vaak uit een soort van getrapsgewijze. Ja. En dan zit je soms achter een klein bultje. Ja. En toen ik dat voor het eerst deed in Oostenrijk, toen kreeg ik het horen. Want die mensen zijn wel heel grondlich und punktlich ook daarin. Oostenrijk zijn ze echt het meest streng van alle landen, is ook mijn ervaring. Ja. Nou, er zitten heel erg op die visregels. Je ziet zelfs ook wel, maken ze bepaalde pistes helemaal een thema van de vis. En dan zie je zo'n leuk beertje aan de kant staan en een vogeltje. En die beelden dan weer wat uit. En dus dat doen ze daar wel heel strikt. Maar en wat me ook een beetje is, maar goed, dan reken ik ons allemaal een beetje ongeveer tot dezelfde generatie. Wat je ziet is dat er tegenwoordig veel meer aandacht aan wordt besteed als je skilessen gaat volgen, zeker bij die kleine kindertjes, dan dat vroeger was. Toen ik ging lessen, werd er nooit over dit soort regels gesproken. Het was gewoon mayhem op de piste. Ja. Maar toen was het ook veel minder druk, hè? En dat is wel heel gek. Want toen en dan heb ik het maar even over ons allemaal. Vroeger was het echt niet zo dat iedereen met was een helm naar uitzondering. Ja. En nu ben je zonder helm de uitzondering. Nou ja, en de hoeveelheid sneeuw wordt minder. Hè? Dus minder. De drukte op de pistes wordt groter. Ja. Het wordt alleen maar meer van belang wat dat betreft. Het is in dat opzicht, maar even een duur woord, cumulatief. Hè? Het is en de pistes die worden kleiner en meer mensen gaan skiën. Ja. Of snowboarden dan, nog gevaarlijker. Maar nog één ding die kan je wel vragen. En dat is buiten de piste skiën. Dat is ook nog altijd zo'n ding. Ja. Heeft dat nog een bepaalde invloed op hoe een verzekeraar kijkt? Of hoe zeker. Sowieso is het eigenlijk meestal zo bij skipistes. Dat op het moment dat jij buiten de skipiste valt, dat de pistedienst je niet komt halen. Dat is gewoon meestal eigen beleid van de skipiste zelf. Meestal. Wat ook nog eens een keer zo is, dat het ook kan zijn dat jouw eigen wintersportdekking ook vereist dat jij dus op de skipiste skiet. Of dat op het moment dat jij daar buiten skiet, dat je dat onder begeleiding doet. Ja, ja. Wat dus ook betekent dat als je dus buiten de piste gevonden wordt, dat het best kan zijn dat er opeens geen dekking wordt verleend. Dus ook dan, het is niemand doet het met plezier, maar lees toch echt wel eens even een keer, weet je natuurlijk, je hoeft niet elke regel te lezen, maar lees wel eventjes wat zijn de uitsluitingen op zo'n wintersportdekking. Want daar kan je echt nat op gaan. Ja goed, en je hoort ook nog wel eens een beetje, dat vind ik altijd een beetje van die gekke verhalen van mensen die dan nog even naar de piste toe kruipen. Ik weet niet of dat... Nadat er... Dan denk je van, shit. Ja, ze moeten toch nog naar beneden. Ze moeten ook die cafeetjes niet boven aan de berg bouwen. Maar, ik zie daar gewoon een regel staan uiteindelijk van, iedereen is verplicht om hulp te verlenen. Als jij gedronken hebt, dan is dat toch... Ja, maar je moet ook niet drinken op de piste. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje zo'n cliché. En slecht voor alle tentjes daar. Maar je bent verplicht om hulp te verlenen. En ook in Oostenrijk is dat dus ook... Oostenrijk wordt dus... En dat doen ze ook weer anders dan bijvoorbeeld in andere landen. Op het moment dat in Oostenrijk een ongeval plaatsvindt, wordt dat eigenlijk altijd ook vanuit strafrechtelijk oogpunt bekeken. Dus dat is vrij strikt. Ja, en dat wil niet zeggen dat er altijd iemand vervolgd wordt, maar ze gaan er eigenlijk. Daar wordt eigenlijk bijna altijd onderzoek naar gedaan. Er wordt ook altijd wel aangeraden, doe gewoon aangifte. Ongeacht of het. Ja, weet je, als je echt letsel hebt, doe aangifte. Hoe dan ook. Je bent ook verplicht je daar ook te legitimeren. Doe je dat niet, is dat dus ook strafbaar. Je mag niet zomaar door. Sowieso, net zoals in Nederland op de weg, mag je niet doorrijden naar een ongeval. Maar ook op een skipiste geldt dat heel erg strikt. Kijk, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus als je nog op wintersport gaat. En zeker in Oostenrijk. Ja, en zeker voor snowboarders. En zeker voor terecht.
Dankjewel, Lex Neumann. Ik ga nog. Ik heb veel aan je informatie. Laat ja, even toch bezinken. Wel? Ja, ook als snowboarder. Moeten we niet en even afkloppen. Hè? Dat is denk ik wel verstandig in zo'n geval. Jongens, thanks, tot de volgende keer. Dank je.